heb gekozen voor geel en rood. Ze zat ook leuk bij elkaar, ook voor meisjes. En op blauw, ja, dat staat toch mooi bij elkaar, dacht ik. Voor het eerst in mijn leven. En ik laat het jullie eventjes zien. De C van mijn naam is gelukt. Ja, maar de O, nou ja, dat zie je. Dat is niet echt gelukt. Nee. Zo lieve vrienden, een hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Coriena en de Beestenboel. Ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag alweer reeds zaterdag. Het is 14:50 en het is de 17e van de 9e 2022. Ja, en het is 14:50, bijna 3 uur. Redelijk zo laat ben, nou ja, ik denk dat jullie dat zo langzamerhand wel begrijpen van mij. Even normaal. Ja. Het zonnetje schijnt. Het is wat bewolkt. We hebben af en toe even een regenbuitje. Maar dat kan de pret niet drukken. Nee, dat boeit niet. Ik moet even wat wegklikken. Zo. We gaan er zo meteen even lekker er doorheen. En we zien wel hoe we thuis komen. Ja. Of het nou nat is of droog is. Maakt niet uit. Nee, ik heb geen zin om een regenpak aan te doen. Nee. En ik vroeg er net nog hoeveel graden het was buiten. En toen was het 14, maar er staat 15 meer. Een graad meer of minder maakt niet uit. Op de computer staat 13 en bewolkt. Ik ga toch nog eens even vragen. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De temperatuur in Den Haag is nu 14 graden. Zij zegt 14 graden. Maakt niet uit of het 14 is, of 15 is, of 13 is. Maakt allemaal niks uit. Nee, dat kan de pret niet boeien. Ik ga straks proberen even een lapje te zoeken. Een oude theedoek of zo. En dan ga ik toch eens proberen te gaan borduren met mijn naaimachine. Kijken of dat allemaal lukken wil. En daarna, als het lukken wil, kan ik tenminste ook met die handdoeken van Karen aan de slag. Maar ja, het moet met dubbel garen, etcetera. Dus ja, we zoeken dat wel even uit allemaal. Dan moet ik ook mijn naaikist uit de kast hebben. En daar staat ook allemaal weer spullen op. Dus ja, we gaan er gewoon even gezellig voor. En ik laat jullie natuurlijk ervan mee genieten. Dus ik zou zeggen, tot straks. En geniet gewoon ook van jullie dingen. Geniet ook van het mooie weer. Of slecht weer. Het is maar waar je van houdt. En wij gaan er lekker vandoor. Ik ga eerst even naar de wc en daarna gaan wij er vandoor. Hé? Ja, mijn meisjes moeten er ook nodig uit. Er zijn wel een aantal keren in de tuin geweest. Dus ja, maar nou moeten ze even lopen, hè. Ja, even lekker lopen, hè. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze en geniet ook weer met ons mee. Ja, zoals jullie weten had ik mijn naaimachine laten staan. Die staat hier voor jullie neus. Ja. Maar ik ben eerst met andere dingen bezig geweest. Ik heb een oud vaatdoekje gepakt. Daar heb ik mijn naam op geschreven. Dat wel duidelijk te zien is. Ik heb het dus nog nooit van mijn leven gedaan. Dat ga ik erbij zeggen. Ik ga mijn naaimachine met twee kleuren garen gaan ik inspannen. Eerst een spoeltje doen. Daar komt ook twee kleuren, dezelfde twee kleuren op. En ik heb gekozen voor geel en rood. Het staat ook leuk bij elkaar. Ook voor meisjes. En op blauw, ja, dat staat toch mooi bij elkaar, dacht ik. Dus ik ga het eerst gewoon eens op mijn doekje proberen, want ik heb het dus nog nooit gedaan. Van mijn leven is daar niet. En dat laat ik jullie dus nog niet zien. Nee, ik moet het eerst onder de knie zien te krijgen. En als ik het eenmaal, ja, toch voor elkaar weet te krijgen, dan laat ik het jullie zien. Ik heb hier een spoeltje, daar zit wit garen op, maar dat boeit niet, dat blijft er wel onder. Die ga ik dus mooi eventjes inspannen ermee. Daarna ga ik de draadjes naar de naald toe brengen. En dan doe ik hem met een naaldbegeleider, of hoe noem je dat? Je ziet die gleufjes zo moeilijk, hè, van die naalden. Nou, dan doe ik zo'n dingetje ertussen, tussen het gleufje in. En dan doe ik de draadjes er doorheen en dan kan ik hem er zo weer terugtrekken met draadjes en al. Dus ja, voilà. En ik moet even een andere naald opzoeken. Dat moet ik ook nog even doen. En ja, ik kreeg, dit is een nieuwe garen, er zit nog plastic omheen. En dan kreeg ik het niet, dat plastic niet kapot. Dus ik heb het eventjes met een schaartje ingeknipt. En ja, dan knip je automatisch ook het garen een beetje kapot. Maar ach, kan de pret niet boeien. Ik heb ook roze garen gevonden voor mijn rok. Dus ja, dat kan ik ook gelukkig van de week of zo, wanneer ik daar fut voor heb, gaan maken. Maar ja, die moet ik eerst op de vloer neerleggen voordat ik die ga maken. Want die moet ik eerst fatsoenlijk knippen. En dan mogen de meisjes er niet bij. Nee, die mag er niet bij. Ja, daar moet je vanaf blijven. Want ik heb op de salontafel de naaimachine van mijn moeder neergezet. Want ik was aan het zoeken naar een borduurpootje. Ja, die heb ik niet, maar mijn moeder ook niet. Dat is een pootje, die moet open wezen eigenlijk van binnen. Ik heb niet een pootje die een cirkeltje heeft. Ik heb wel een knoopsgatenpootje. Ik denk, nou, ik ken de dagen dan ook niet mee, maar ik ben verder gaan kijken. Nou, ze doen het ook gewoon met een normale poot. Dus ja, ik denk, ja, dat heb ik eronder, weet je. Dus ja, ik heb geen borduurpootje. Helaas, pindakaas. Nou ja, dan maar niet. Pech gehad. Ja, toch? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met de lach. Doe ik ook. Ik ga lekker eventjes zitten te spelen met mijn naaimachine. En dan zien we terloops wel wat het resultaat gaat worden. Ik zou zeggen, tot straks. Ja, lieve vrienden. Nou, uiteindelijk is het een klein beetje gelukt. Maar niet met dubbel garen. Nee, gewoon één kleur. Ik kreeg zo niet voor elkaar met dubbel en de draden braken steeds en later ja, was er nog wat en ik denk, nou, hoe heb ik dit? Ik wist ook eventjes niet meer hoe ik hem in moest stellen. Ik denk, nou, na veel gepuzzel wist ik het weer, maar ja, ik hoef dat praktisch nooit te doen. Ik heb, normaal hoef ik ook naar rechtuit te steken. En verder hoef ik niet te naaien of wat dan ook. Dan denk ik maar rechtuit, weet je. Ik ben wel coupeuze geweest. Maar dat is zo lang geleden dat ik toen die naaimachine heb in moeten stellen. Dan weer op die en dan weer op dat en dan weer op zus. En ik had op internet gekeken van hoe moet je beduren. Nou had je ook een heel ander pootje nodig. Nou, die heb ik niet, maar mijn moeder en haar machine heeft dat ook niet. Dus ja, hoe? Ik kan ook gewoon met een normale poot of het voetje. Maar ik heb het geprobeerd. Voor het eerst in mijn leven. En ik laat het jullie eventjes zien. De C van mijn naam is gelukt. Ja, maar de O, nou ja, dat zie je. Dat is niet echt gelukt. Nee. Maar ja, maakt niet uit voor de eerste keer. En dat doekje, dat gaat niet echt mee. Ik ga het op het theedoek uitproberen morgen, maar ik stop er voor vandaag mee. Want ja, na veel gehannis en geharwar is het wel weer veel later geworden. En ik heb een klein beetje hoofdpijn ervan gekregen. Dus we houden er voor vandaag weer mee op. Het is gewoon, je probeert wat, je leert wat, je doet wat. Dat dingetje gaat weer in mijn zakje waar ik het altijd in heb. En ja, we zullen het beleven en misschien dat ik in de toekomst wel vaker voor die naaimachine zal moeten gaan zitten. Want wat ze allemaal willen, dat is dat we geen kleding meer mogen kopen, maar recyclen. Oftewel, met je buurvrouw of met je vriendin of met je tante of met je nichtje gaat ruilen. Nou, voor ruilen komt huilen, ja. Ik wil geen andermans kleding gaan dragen, absoluut niet. Niet op die manier. Weet je, ga ik naar een tweedehands winkel toe, dan weet ik niet van wie dat is geweest of wat dan ook. En dan kan ik iets kopen wat ik leuk vind. En het is niet een afdankertje van iemand anders dat je gaat ruilen of zo. Nee, dat begin ik niet aan. Laten ze dat mooi zelf doen. Ja, maar niet ik. Nee. Wat zijn we daaraan doen? Ja, dat moet ik ook nog even opruimen. De naaimachine van oma, die je nooit hebt gekend. Blijf je er vanaf? Ja? Dank je. Dus ja, en ik heb een bakje koffie staan, dat ga ik lekker opdrinken en de troep even een beetje opruimen en dan komt het wel weer goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en proost met een bakje koffie. Ik moet ook nog eten en al, maar het is weer ja, door die naaimachine weer wat later geworden. Want het wou allemaal niet wat ik wou. Nou, nou komt het allemaal wel weer goed, hopelijk. Hij doet het, dat hebben jullie gezien. Hij doet het. Ja, en ook voor het eerst, nou ja, het mag ook eens een keer als je voor het eerst doet, niet helemaal goed lukken, hè? Ja. Dus, maar ja, we merken het wel, we zullen het beleven. En morgen ga ik het op die theedoek proberen, ga ik ook mijn naam erop schrijven en dan zullen we het beleven, ja hoor. Komt helemaal goed. Gewoon, hou vol, goede moed. Hele fijne avond gewenst. Voor degenen die net zo laat zijn als mij, smakelijk eten, bon appetit. En na die tijd een hele fijne avond gewenst. En tot later. Doei doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer hartstikke laat. Ja, ik heb mijn hele tijd verzeten. Het is alweer 3:37 in de nacht. Zeker 's morgens. Zondag. 18 september. Maar ja, wij gaan nou nog naar bedje toe. Ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker. Met hele mooie dromen en gezond weer uit jullie bed zien te komen. Graag tot aan over een aantal x-tig uurtjes. Wat is er? Ga daar zitten. Nee? Ja, Elwing is al boven en wij gaan er achteraan.